Op loopafstand van het oude gebouw betrekt de Voedselhulpstichting nu dit pand naast het goed in Emmeloord. Samen zijn we er voor elkaar, biedt hulp aan gezinnen die het niet zo breed hebben. In deze nieuwe ruimte kan het die gezinnen beter bedienen. De ruimte werd te klein en we kregen meer cliënten. En ja, toen kregen we deze ruimte aangeboden. En alles is gesponsord. Dus we zijn er hartstikke blij mee. Deelwerk kwam ermee van, ja, je groeit zo hard van, nou, we maken een nieuw pand. Dus we hebben heel veel sponsors gekregen voor de vloer. Een nieuw pand. We hebben een koeling gekregen, zodat onze koelcel het kan doen. Dus ja, we groeien zo hard dat, ja, we moesten eigenlijk wel groter. Er was niet alleen taart vanochtend, ook werden er door Brandweer Flevoland 200 boodschappentassen uitgedeeld. Als brandweer staan we natuurlijk midden in de samenleving en brandweervrijwilligers hebben een groot hart met een groot maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel. En hoe mooi is het dan als je de voedselbank kunt ondersteunen met nieuwe tassen. De boodschappentassen hebben verschillende teksten. De tassen zijn bedrukt met allerlei tips op het gebied van brandveilig leven. En op deze manier komen al die tips ook achter de voordeuren bij de mensen die dat nodig hebben in Emmeloord. De stichting hoopt voorlopig in dit pand te blijven. Al is het natuurlijk de ambitie om te blijven groeien. Hoe meer mensen, hoe meer ziel, hoe meer vreugde. En ja, deze mensen hebben ook recht om eigenlijk ook een verse producten te krijgen.